Ik zie dat hier wat vets in zit. En ik ben heel benieuwd wat er dan in zit. Want het is, ja, het is een mooi kaartje. En het mooie kaartje is... Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe video waarin ik Pokémon kaarten uitpak. Het is tijd voor een nieuwe set. Ik heb een Elite Trainer Box van de nieuwe Fusion Strike set. En jullie zien het al. Op de playmat staat Mew. En op de Elite Trainer Box staat ook Mew. In de Fusion Strike set zitten namelijk een heleboel mooie Mew kaartjes. En meestal hebben we een hoop geluk met Elite Trainer Boxen. Dus doe je duimpje omhoog als je ook geluk wil. En abonneer je als je meer van dit soort video's wil zien. Gaan we even kijken wat de meest waardevolle kaarten zijn in deze set. We beginnen met Mew VMAX. Deze is ongeveer 30 euro waard, de VMAX kaart van Mew. En het ziet er sowieso al heel erg leuk uit. Dan hebben we een trainerkaart, Lisa's Sparkle. Die is ongeveer 37 euro waard. Ook een hele vette trainerkaart, toffe kleurtjes. En dan komen we bij een andere favoriete Pokémon van mij. Celebi V! Deze wil ik hebben, man. Deze vind ik echt mooi. Ik hou ervan hoe Celebi overal rondvliegt. Mew en Celebi vind ik allebei heel vet. Dus dit is echt een set voor mij. Oh, en Genesect vind ik ook cool. Die kan je echt supergoed gebruiken in je Pokémon-avonturen, omdat je van hem zo'n beetje elk type kan maken. Kijk hem hier breakdansen, jongen. Celebi is ongeveer 45 euro waard. En deze Genesect V Full Art kaart is ongeveer 60 euro waard. Dan hebben we een kaartje die ik niet echt heel erg mooi vind eigenlijk. Deze Inteleon VMAX. En je ziet alleen zijn hoofd. Hij is een soort van gedynamaxed. Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo'n toffe kaart. Maar hij is wel even lekker 80 euro waard. Dus als we deze poelen, helemaal goed. En dan heb ik gelijk de kosten van de Elite Trainer Box eruit. Op nummer 5 staat weer Mew. De alternatieve full art. En je ziet daar ook onder andere Smeargle. Wat een leuk kaartje dit. Wat een mooie art. Oh, deze wil ik poelen. Ongeveer 95 euro waard. Dan hebben we de VMAX van Mew. De alternatieve secret full art kaart. Zo, dat is een hele mond vol. Jee. Wat een kleuren. En ik kan geen eens zien wat er allemaal gebeurt op die kaart. Er gebeurt echt veel te veel. Ja, lekker hoor. Die is 150 euro waard. Op nummer 3 staat de Mew VMAX Rainbow Secret. Die is gewoon heel clean. Je ziet alleen Mew en op de achtergrond gebeurt niks. Ik vind het eigenlijk best wel vet. Die is ongeveer 170 euro waard. En dan komen we bij de op 1 na meest waardevolle kaart. Espeon VMAX Alternatieve Secret Art. Kijk hem slapen op dat huisje. Oh, dit is wel echt een heel leuk kaartje hoor. Hij is ongeveer 175 euro waard. Ja, dit vind ik een heel mooi kaartje. Maar dan, de kaart die het meeste waard is. Geen Mew, geen Celebi, geen Espeon. Het is Gengar VMAX, de alternatieve Secret Art kaart. Ja, en dit is dus de Gigantamax versie van Gengar. Het lijkt net een kermisattractie met zijn tong die hij uitrolt. En dan wil hij zo inslikken. Wat een gekke Gengar. Hij is ietsje meer waard dan die Espeon. 176 euro. Dus laten we snel kijken of we een van die kaartjes kunnen vinden in deze Elite Trainer Box. Laat even in de reacties achter welke kaart jij graag zou willen poelen van deze top 10. In het boekje kunnen we natuurlijk weer zien welke mooie kaartjes er allemaal in zitten. Ik zie al dat Rillaboom er ook in zit. Cinderace zit erin. Yo, maar dit is een grote set. Dit zijn echt weer zulke vette kaarten. Ja, en Mew staat op de sleeves. I like it. Mew is zo tof. Wie vinden jullie eigenlijk vetter? Mew of Mewtwo? We hebben uiteraard weer 8 pakjes en Mew staat op de cover. We hebben een Genesect. Ah, die gekke Gengar. Oh, Bolton staat er ook op. En dat was het. Ah, laten we beginnen. Mijn allereerste pakje Fusion Strike. Uiteraard doen we weer 4 kaartjes naar voren. Beginnen we vandaag met een Fire Energy. Dan hebben we hier Turtonator. Die soms heel irritant kan zijn met zijn Shell Trap aanval. 130 HP. Ik weet niet of dit een hele goede kaart is om mee te spelen. Maar dat maakt niet uit. We hebben hier... Ik weet niet wat die aan het doen is, maar die hangt lekker in de lucht. Dan hebben we hier Schoolgirl. Oké, hallo Schoolgirl. Ja, Mankey. OG Pokémon. Dan daarna een Croagunk. Tot nu toe vind ik de art nog niet heel bijzonder. Deze Pansier is dan weer wel schattig. Die is wel leuk. Goomy met vallende blaadjes. Die heeft honger. Is Goomy vegetarisch? Eet hij alleen plantjes? Het begint er wel op te lijken. De volgende kaart. Arokuda. Arokuda. Luxray is de reverse. Dat is heel cool. En als laatste in het eerste pakje hebben we Arcanine. Natuurlijk geen VMAX, geen hele dure kaart. Maar wel gewoon een hele vette Pokémon met een mooie art. Arcanine kan je er altijd gewoon prima bij hebben. De codekaart uit het tweede pakje, die mogen jullie hebben. En dan gaan we hopen dat hier wat moois in zit. We beginnen met een Corvus Squire. I like it. Trouwens, je moet wel oppassen dat deze Corvus Squire niet boven je vliegt. Anders laat hij een steen op je bakken vallen, zo te zien. Oké, Corvus Squire. Sean, hè? Dan, hey, de
evolutie van Mankey Primeape. Dus die zouden we nu kunnen spelen in de card game. Ik denk niet dat heel veel mensen dat doen. Maar maakt niet uit. Drillbur Benelby. Oeh, dit vind ik wel een heel leuk kaartje qua art. Ik hou van dit steltje. Dit vind ik een hele mooie stel. Hier is aandacht aan gegeven. Ja, dit is vet. Dit is vet. Dan hebben we hier Mudkippie die lekker in het water ligt te chillen. Met een Sandy Guest op de achtergrond. De volgende Caterpie. Ook wel weer een mooi kaartje hoor. Leuke art. Morpeko, waarvoor je moet uitkijken, want anders krijg je een donderschok op je hoofd. Dan is de reversed Inity. En als laatste, een Holo Red Toxtricity. Oké, voor het tweede pakje vind ik dit best oké. Toxtricity, nice. Zit de Gengar VMAX Alternative Art in? Ik denk het, ik voel het. Ik ben benieuwd, jongens. We beginnen in ieder geval met Sandscorch. Dude, wat kijk je me boos aan. Sandscorch is wel echt vet, hoor. Bugcatcher is de tweede, dus deze gaat even die Sandscorch vangen. Alhoewel, ik denk wel dat je netje verbrandt als je deze Sandscorch probeert te vangen. Anyway, een Fusion Strike Energy. Oké, dat is een Special Energy. Dan hebben we hier Drillbur. We hebben een Shinxie. Oh, wat een cute Shinx. Shinx is altijd zo schattig op Pokémon-kaarten. Echt altijd. Dan hebben we hier Buneary. Die doet een soort van... Die wil je aanvallen. Deze guy doet stoer, jongen. Dan hebben we Basculin. De volgende kaart is Grubbin. Een soort van... Wulu Yoshi, maar dan Grubbin. De reverse is Copperajah. En ik zie dat hier wat vets in zit. En ik ben heel benieuwd wat er dan in zit. Want het is een mooi kaartje. En het mooie kaartje is... Appleton V-card. Onze eerste pool uit Fusion Strike. Onze eerste echte goede pool is Appleton V. Hij is maar 1 euro waard. Maar toch... Hier is weer een codekaart voor jullie. En daar gaan we. Water Energy. Een Power Tablet. Een Beware. Die zit lekker te mediteren daar op die rots, joh. Dan hier weer... Dracloak is de volgende kaart. Gossifleur dan. Een Panpour die aan het wachten is op de regen. Eevee. Weer Shinxie. Oh, dit gaat helemaal fout. Oh, dit gaat helemaal fout. We hebben Shelmet. Is op de kermis of zo. Ik vind dit heel grappig. Deze vind ik leuk. Dan de volgende. Rotom Reverse. En als laatste. Golem die op exploderen staat. Wat is er met deze guy aan de hand? Hij doet Desperate Blast. Als deze Pokémon wordt verslagen, doet hij nog 10 HP damage op de tegenstander. Is niet heel veel, maar kan handig zijn. Pakje nummer 5. Een Energy kaart natuurlijk. Dan hebben we hier Semipour. De volgende is weer de Bugcatcher. Ook weer zo'n gebreide pop van Wigglytuff. Dan hebben we hier opnieuw Eevee. Shelder. Een Voltorb met een soort van Vincent van Gogh art. Vind ik ook altijd wel lach hoor. Je ziet vaak kaarten met deze stijl. Dat vind ik best wel cool. Dan hebben we als volgende kaart een Pansage. Dan daarna Cuffend. De reverse is een nu Corvus Squire met die steen. En als la... Ja man, Sydney Trainer kaart. Dit is wel cool. En hiermee laat de tegenstander zien welke kaarten die in zijn handen heeft. En dan mag jij 2 Pokémon toolcards, Special Energy kaarten of Stadium kaarten zo hoppakee weggooien. Dit is wel een goed kaartje, denk ik. Die gaan we ook eens even mooi in een sleeve doen. Ja jongens, ik heb even gekeken en deze is toch gewoon lekker 10 euro waard hoor. Nice! En dan hebben we nog 3 pakjes te gaan. Als we er nou nog even een vette Mew bij poelen, dan word ik helemaal gek. Hè? Dan is dit echt weer een perfect boxie hoor. Chili, Chilin en Crash. Wat? Wie? Chili, Chilan en Crash. Ik moet echt meer anime gaan kijken. Dan ken ik ze misschien. Dan hebben we hier Copperajah, die we net in reverse hadden. Zoroark. Ook cool. Lekker, man. Dan Snubbull. Een Geodude. Vervolgens hebben we ook weer zo'n simpele art van Sizzlypeed. Klefki. Pansage. De reverse is een Pangoro. En als laatste hebben we de... Deoxys, Fusion Strike, Single Strike en Rapid Strike. Dit is wel een apart kaartje. Ook niet verkeerd hoor. We hebben echt wel lekkere pools op zich. Dit is ook wel weer een hele toffe art. Vette kaart. Ah! We gaan lekker. Let's go. Nog 2 pakjes te gaan. De codekaart is weer voor jullie. En dan gaan we lekker dit pakje unboxen. We hebben beginnen met Felix. Bij de hand. Oh, een Simisear. Ja, lachen. Leuke art. Een Crossseaver. Dan hebben we hier Gligar. De volgende kaart is een Slugma. Die ziet dat er een vulkaan op uitbarsten staat volgens mij. En die denkt, ik wil naar het vuur. Laat me daar ook naartoe gaan. Dan Skitty. Dit is zo'n grote set volgens mij.
mij, jongens. Hier hebben we weer een Phalanx, maar dan een andere Phalanx. Een Tuttle, de Reverse Starmie, ook wel weer cool. En als laatst hebben we Goodra. En dan het laatste pakje, jongens. En ik zie dat we beginnen met Wooloo, dus dit moet wel goed zijn. Alright, let's go. De eerste is Simipour. De tweede is Metapod. De derde is een Battle VIP Pass. Ja, dan hebben we natuurlijk Wooloo, die ik net liet zien. Pancham, I like it. I like it. Deze kaart is ook cool. Dan Galarian Darumaka. Een Growlithe. Doen we gewoon even Zaroot en dan de reverse. Check deze, man. Deze Pokémon is ook ziek, hoor. Het zou lekker zijn als we hier ook nog even een mooi kaartje uitpoelen. De laatste kaart van deze video is een Maractus. Maar ik vond het wel vet om deze box te openen. We hadden natuurlijk Sydney, die gewoon lekker 10 euro waard is. Mooi kaartje. En een Appleton V-kaart. En als je dit nou een vette video vindt, doe het duimpje omhoog. Laat in de reacties weten of je meer van deze serie wil zien. Of dat jij wil dat wij een Mew gaan poelen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!